Ja, dus ik kan nu ongeveer wel redelijk inschatten wat je zegt. Ik ga het proberen uit te leggen, denk ik, dat er niet genoeg Fries wordt gepraat in de Kamer en dat mensen dus niet begrijpen wat Welmoet nu bijvoorbeeld zegt. Dat is een groot probleem. En ze willen dat de Friese taal, een van de twee officiële talen in Nederland, meer aandacht krijgt in het parlement. En daarom is er vandaag een 2-minuten debat over het belang van de Friese taal. U gelooft het niet in het Fries. Ja, omdat het zo wichtig is dat u ze ben, nu ze bands ben. Ik ga Utrecht kennen in hun memstaal. Dus het is belangrijk dat die Friese taal, de Tweede Rijkstaal, gesproken blijft. We zien dat het steeds minder mensen de Friese taal spreken en beheersen. En daarom is het ook goed dat we daar zoveel mogelijk doen om die taal te behouden. Dat we hem levend houden. Het begint ook al op de basisschool met genoeg Friese taalonderwijs. Het is maar de vraag of de Kamervoorzitter dit toe gaat staan. Toch? Wat vindt u daarvan? Nou, het staat in het reglement van orde niet dat het niet mag. Het staat ook niet dat het wel mag. Maar wij denken als Tweede Rijkstaal dat het mogelijk moet zijn om in ieder geval zorgen dat de dictums van die moties, dat we die ook in het Fries kunnen doen. En daar gaan we vandaag voor. Ja, ik ben hier natuurlijk helemaal voor. Jij ook? Ja, nou, ik ben van de Saksische talen. Dus mooi in het met in Twentspraak. Is geen taal, is een dialect. Ja, dat is dan weer jammer. Ja, ja. Ja, nou ja, goed. Ja, dat verlies ik dan van je. Ja, ik ben klaar. Oké, het weer. Ja, het wordt een winterse.